De extra tijd is bijna helemaal voorbij als Nacho Mensingi zijn kans waagt. Wat een goal, wat een moment, wat een apotheose van deze competitie. 30 volle speeldagen waren er nodig, maar nu is het zeker. OHL voetbalt ook volgend seizoen op het hoogste niveau. Qu'est-ce que cela fait d'être le grand sauveur de cette équipe de Louvain? C'est une saveur, c'est une saveur. Je pensais pas que ça allait arriver. Après, je suis rentré tardivement dans le match, mais voilà, j'étais dans l'objectif d'essayer de sauver l'équipe et c'est chose faite. Het is gebeurd. En hoe? In wat een wedstrijd ook. Op een bepaald moment gingen beide ploegen vol voor de 3 punten. Garcia stuurt Pletings en Rika zelfs richting spits met 1 doel, de winst. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n open match gezien op het einde. Het was alles of niks voor beide teams. Het is gewoon fantastisch hoe dat hij die binnenshot en de uitbarsting van vreugde is onbeschrijfelijk. En dat ene goaltje maakt dus een wereld van verschil. Het is uitgerekend een van de geplaagde spitsen die het doet. Mensingi dan nog, de man die de laatste weken wat minder speelde en al bijna 5 maanden droog stond. Onvoorspelbare scenario's als deze maken topsport wat topsport is. I am happy to coach this team because they believe until the end. We didn't say anything about the other results to the players to not put stress on them. So they believe until the end and it paid off. Zo heeft Garcia zijn doel behaald, Leuven in eerste klasse houden. En wie weet wat brengt play-off 2 straks nog. Maar eerst toch maar genieten van dit unieke moment. Het was echt een emotie incroyable. J'ai vu tout le monde qui criait et moi-même je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est quelque chose qu'on vit pas tous les jours. Dit is sowieso een van de mooiste momenten in mijn carrière. Ik denk de druk die op deze wedstrijd stond was enorm. Zelfs al zijn de hoogtepunten echt heel schaars geweest dit seizoen, ja, en deze ga ik voor de rest van mijn leven herinneren. Het zijn van deze momenten dat je voetballer wordt en dat je je carrière achteraf nog lang gaat kunnen herinneren.